Maar dan ook het idee dat de wereld in zeven dagen, of in zes dagen moet ik eigenlijk zeggen, geschapen is? Ah, ik denk, kijk, ik ga ervan uit. En daarom is het nou ook die zevende dag de rustdag? Daarom is het, ja. In die zin vind ik de symboliek van het verhaal buitengewoon belangrijk. Die maar nu gebruik je wel het woord symboliek. Ja, dat, nou, ik ga ervan uit dat God het in zes dagen gedaan heeft. Ja, ook omdat ik denk dat we dat niet na kunnen rekenen. Ik denk niet dat je met de huidige meetapparatuur precies kunt duiden wat er toen gebeurde. Dus ik hoorde net over de Big Bang. Ja. En ik wilde altijd alles over weten, dus ik luister daar altijd graag naar. Maar de grote vraag bij de Big Bang werd natuurlijk, waaruit is die dan ontstaan? Als er niets was, en toen kwam er een enorme knal. En toen was er ineens van alles, vanuit het niets ontstaan. Nee. Als je uitgaat van het bestaan van God, dan ga je uit van het feit dat er een constante is. Om te begrijpen, ja. Maar er is een constante geweest, dat is God. En vanuit die constante, waarbij er iets was, is er iets geschapen.